dit voelt alsof we een kant op gaan waar de boss battle is of zo. Nee! Yo, Nintendo fans! Welkom bij deze Nexomon serie. Je ziet hem daar al vliegen. Volgens mij gaan we een epische battle hebben. Let's go! Hallo, Minir. Hoe gaat het met jou? Je heet ook echt Jin, oké. Jin zegt, Rikachu, het laatste stukje van mijn puzzel is gearriveerd. Hij wist al dat ik kwam. De Tamer die Atlanta met haar Tyrant Frost bijna had verslagen. Ik weet dat je sterk bent, Rikachu. En daarom maak ik je een mooi offer. Goku zegt, een offer? En Jin zegt, ja, ik zal je een ruil doen. Atlanta die is hier in de buurt aan het schuilen. Ik kan haar gevaarlijke Tyrant niet negeren. Dus Rick, jij moet die Tyrant gaan verslaan. Hij zegt, alleen dan zal ik je vrienden teruggeven. Dude, nee jongen, nee. Kom, jij zit hier iedereen te terroriseren. Nee, dit gaan we niet doen, hè. We gaan hem verslaan, jongen. Let's go. Oh, maar die Tyrant die ziet er wel ziek uit, man. Jin zegt, ik heb deze stad al helemaal kapot gemaakt. En als je mijn Tyrant aanvalt, dan ga ik deze stad helemaal laten versmelten. Alles gaat kapot. Daag me uit en jij zal de geschiedenis ingaan als de Tamer die ervoor gezorgd heeft dat Ignitia weggevaagd is. Nee, jongen. Nee, kom. Nee, ik wil gewoon met jou battelen, vriend. Wat? Nee, gaan we dit echt niet doen? Mulsimer heeft deze poort geopend. Gaan we echt naar Atlanta? Nee, ik wil jou verslaan. Zijn we bang voor deze guy? Nee. Ga deze guy battelen. Wauw, we luisteren gewoon naar hem. Nee, oké, dit had ik niet verwacht. Ik dacht, we gaan hier een epische battle hebben. Nou, oké, dan gaan we maar hier naartoe. Jongen. Oké, maar dan moet ik dus tegen een water tyrant nu. Hey, yo, Finn. En hij zegt, laat me raden. Jin heeft jou verteld dat je Atlanta moest gaan zoeken. En Jin die zegt ook van, ja, het zou wel helpen als we Atlanta weten te verslaan. En we krijgen 2 super eaters. Nou, oké, Finn, let's go. Dan gaan wij samen even op jacht naar Atlanta, denk ik. Maar voor Atlanta moet ik Marasuma gebruiken. Ik heb geen elektrische Nexomon meer namelijk. Maar het is wel heel erg moeilijk om hier zo Marasuda te gaan lopen trainen. Onze gras Nexomon. Kijk, want die kan natuurlijk helemaal niks doen tegen deze Lumby bijvoorbeeld. Want dat is weer een vuur Nexomon. Misschien moet ik gewoon even alle Synergy Cores eventjes geven aan Marasuma. Kijk, dan krijgt hij nog een Synergy Core en dan nog één. Dat betekent dat Marasuma superveel XP krijgt. Zonder eigenlijk zelf wat te doen. En dan hopen dat we straks dat we Nivalis kunnen gaan verslaan. Wat sta jij hier te doen trouwens? Heel je stad is kapot aan het gaan en jij staat hier te wachten tot iemand je gaat battelen. En dan moeten we gaan battelen tegen Bombergrove. Ja, we weten wat een basis is. We hebben hem alleen bevroren. Oh, dat helpt. Wat hebben we bevroren? Hij is gelijk weer onbevroren. En hij was ook sneller, maar nu niet meer. Wat is dit? Oh, dat is nog een Lumby. Pak hem! Maak hem kapot! Oh nee, dit gaat niet meer lukken. Ik moet nu even wisselen naar Moonet. Ik had namelijk geen stamina meer over. Ah, jij kan dit ook, hè, Moonet. Lekker hoor. En jij kan die Trebly ook vast wel pakken, Moonet. Nice. Hoppakee. Vinok gaat naar level 21. Kijk, hier krijg je wel lekker veel XP voor zulke battles. Mara gaat naar level 18. Oh nee, het is geen Mara meer. Marasuda. Wie is daar bevroren? Ja. Nivalis, die is hier gewoon, jongens. We kunnen hem niet helpen, trouwens. Dat is wel een beetje balen voor hem. Maar dit zijn wel de sporen van Nivalis. Yo, man. Rebombo, what up, my man? Ik bevries je even, ja? Dat werkt niet op hun. Ze kunnen niet bevroren worden. Oké, daar ligt weer een kistje. Wat zal er in dit kistje zitten? Hopelijk iets goeds. Inburion Companion. Ja, die companions, het is allemaal leuk en alles om die te verzamelen. En ze lopen allemaal leuk achter me aan. Maar volgens mij heb je er voor de rest echt helemaal niks aan. En zo te zien moet ik hier ook helemaal niet zijn. Kan hier niks doen. Maar waar moet ik dan wel naartoe? Want ik kan hier ook nergens naartoe, toch? Of moet ik hier naar boven? Ah, ik kan hier naar links. Ja, het is weer lekker dol of je dit, hoor. Oké, moeten wij battelen? Ja, ik ga wel battelen. Ik ga wel battelen voor de XP. Let's go. Ik vind het nog steeds raar dat jullie hier niet gewoon even tegen die Nivalis aan het battelen zijn, hè? Dat je gewoon op mij aan het wachten bent. Ik vind dat heel gek. Maar oké, ik kan alle XP gebruiken. Dus helemaal top. Hoppakee. Oeh, 42 damage. Dat was superveel. Nice. In Boozy. Wat is dit? Een Orgoth. Die vind ik ook wel sick. Orgoth. En wat heb je dan nog meer? Een Kickomb. Een soort van Spiritomb, maar dan de vuurvariant daarvan. Cool. Oh, ik dacht er even te licht over zo te zien. Ja, toch nog even Marasuda gebruiken, jongens. Even die extra XP fixen voor Marasuda. Want dat kan Marasuma goed gebruiken. Die krijgen nu maar liefst 211 XP. En Vinok, ja. Die gaat zo hard. Go. Hallo, Minir. Hallo. Wat staat u hier te doen? Hij denkt dat ik een bandiet ben. Ik ben gewoon een Rikkertje. Ik ben geen bandiet, joh. Ik wil je best met rust laten, maar ja. Je hoeft me ook niet gelijk aan te vallen. Nergens voor nodig, joh. Oh, shit. Ik ben demotivated. Nee, joh. Echt ook voor 4 beurten. Dit is niet oké. Oh, ik raak hem nu wel. Lekker.
Hoglet. Deze guy doet me denken aan Hogwarts. Gewoon Harry Potter vibe. Hoglet, Hogwarts. Wat een basie. Alleen ja, al die vuur en die steen Nexomon, die zijn best wel makkelijk te verslaan toch voor mij tot nu toe. En ja, dat komt natuurlijk omdat ik Vinehook even keihard heb zitten trainen. Die is ook gewoon echt 6 levels hoger nu al. Ja, daar ben ik wel blij mee. Kijk hoe makkelijk die gehakt maakt van dit hele teampie. Terwijl er toch echt geen slechte Nexomonnetjes zijn. En Marazuma krijgt ook lekker de XP. Die gaat nu naar level 19. Wow, oké, een wilde Dirt Tackles. Bam. Die is ook best wel vet. Dat is wel een leuke Nexo. Dirt Tackles. Go, 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 pak hem. Yay. Weer een Nexomon die ik waarschijnlijk niet ga gebruiken. Oké, we gaan hier naar boven. Ja. De grond is hier bevroren, ja. En Finn zegt, oké, als we Nivalis weten te verslaan, dan worden we legends, jongen. Dan worden we legends. Oké, let's do this dan. We gaan ervoor. Hop, 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 hop. Oké, hier kunnen we onze Nexomon healen. Top. En dan moeten we waarschijnlijk hier naar boven. Oh, ja hoor. Ja, hier is Atlanta. En Atlanta zegt, what? What? Hoe heb je me nou alweer gevonden? Ah ja, je hebt een vulkaan bevroren, zegt Coco. En Atlanta zegt, dus Jin heeft gewoon nieuwe mensen ingehuurd. Is hij bang om zelf tegen hem te vechten? Wat maakt het uit dat Nivalis niet helemaal in zijn kracht staat? Kom maar, kom maar. We gaan het doen. Oké. En gaan die anderen mij dan helpen? Nee, natuurlijk niet. Oh, wat? We moeten eerst tegen haar andere Nexomon. Oké, let's do this. Ik ben poisoned. Daar baal ik wel van. Dat vind ik helemaal niet chill. Waarom moet je mij gelijk poisonen? Waarom doe je ze? Waarom doe je dit? Ja, heel naar. Heel naar. Oké, maar Blizzarm is in ieder geval down. Dat is nummer 1. Oh, deze is cool. Dit is een wind Nexomon. En vuur is in deze game super effective tegen wind. Dus ik switch even naar Bombergroff. Let's go. Hij is trouwens wel echt super sterk, deze Hyphoon. Dat vind ik niet heel chill. Oké, hij gaat nu weer naar een water, Nexo. Domigator. Weet je wat? Dan ga ik ook even naar water. Dan gaan we gewoon water tegen water doen, als dat is wat je wil. Let's go. Water tegen water. Kom maar op. Ah, ik mis mijn aanval. Nee. Daar is Nivalis. Oh my gosh. Dus we moeten nu onder andere tegen Nivalis en nog andere Nexomon. Oké, dit wordt een ding. En ik blijf ook missen. Kom op, man. Waarom mis ik opeens al mijn aanvallen? Lekker bezig. Oké, cool. Ze blijft maar wisselen. Dat is niet echt heel handig. Kijk, en nu mist zij. Dat is ook chill. Ik word nu wel geraakt. En Vinehook is nu low. Oké, Bombergroff, let's do this. We gaan dit doen. Jij en ik. Oh nee, dit is helemaal niet handig. Ik dacht dat die ijs was. Ik moet even Marazuma's poison weghalen. Dat moet ik sowieso gaan doen. Bombergroff is weg. Ja, dit was niet heel slim van mij. Nu is het tijd voor Marazuma. Let's go. De poison is weg. We gaan eens kijken of we Nivalis kunnen poisonen. Of, nou ja, Dominigator in dit geval, want hij is weer gewisseld. Pak hem, pak hem, pak hem. Nee! Ik ga even deze Nexomon opofferen. En dan ga ik Marazuma weer reviven. Ah, ik had haar trouwens niet fijn op moeten opofferen. Welke stuur ik er nu uit? Ja, Marazuma. Ik dacht dat ik even de verkeerde eruit had gestuurd. Let's go, let's go. Ja, 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 ja. Hij is bang, hij is bang. Of nou ja, zij is bang. Nivalis is bang. Nee, Atlanta is bang. Gooi al die namen door elkaar. Ik word helemaal gek. Maar het gaat best wel oké, volgens mij. Ik moet nu gewoon een paar klapjes overleven. En misschien een keertje healen nog. Ja, laat ik hierna sowieso even healen. Kijk, hij is poisoned. Ja, hij gaat kapot. We gaan healen, maar Nivalis gaat kapot, jongens. Ja. Daar ga je, jongen. Hoppakee. Door de poison. Oh, en echt alleen Marazuma krijgt nou XP. Ja, want Marazuma heeft natuurlijk ook al die andere items waarmee je XP krijgt. Ja, mevrouwtje. Daar ga je, Atlanta. Atlanta zegt, zie je niet wat er gebeurt? Jin is een sukkel. En die zal echt niet zijn deal met jullie gaan houden. Coco zegt, ja, jij hebt geprobeerd om ons op te eten. Dus hey, je hebt geen recht van spreken. Nou, dat is wel waar. En wat gaan jullie nu doen dan? Gaan jullie nou weer weg? Nou, jullie gaan elke keer gewoon weg. Dat vind ik super stom. Ze heeft gewoon een warpstone hier neergelegd. Nee joh. En Finn die zegt wel, ja, ze heeft wel een vreemde locatie deze warpstone. Het zuidelijke gebied van Ignitia. Oh, en daar konden we niet naartoe omdat Jin dat had geblokkeerd. Maar via dit kunnen we er misschien wel naartoe. We gebruiken gewoon deze warpstone. Let's go. En daarmee gaan we naar het zuiden van Ignitia. Finn en Coco zijn ook lekker mee geteleporteerd. En Finn die is ervan overtuigd dat Jin iets verstopt hier. Omdat wij hier niet naartoe mochten. En we gaan snel uitvinden wat dat dan is. Oké, maar ik wil wel even healen nu. Want we hebben net een boss battle gehad. Waarom kan ik niet healen na een boss battle? Kom op.
Kunnen we in dit huisje healen? Nee, oké, dit huisje is dicht. Ja, ze willen me gewoon nu alweer gaan laten battelen tegen een trainer. Dit spel is echt meedogenloos, man. Laat me gewoon even hier rondlopen. Laat me gewoon eerst even healen. Wow, die Nexomon die hier bovenop staan, die lijkt wel een beetje op een Arceus. Komen we hier gewoon een legendarische Nexomon tegen of zo? Is dit een soort van shrine? Wat is dit voor plek, zegt Coco. En Finn zegt ook, for the love of Ulzar, deze kamer kan je niet voelen. Er is iets in het donker hier. Oké, Finn die wil hier weg. Kan ik ook gewoon nog even weg? Ik ga wel gewoon eventjes reviven. En ik zag dat er een vuurbal werd geschoten. Dus ik heb mijn waternexamon vooraan gezet. Wat gaat hier... Wat is hier, jongen? Wat is dit? Ik ben zo benieuwd wat hier gaat gebeuren, man. 1000 jaar geleden was hier een oude tyrant van het vuur. En die heeft deze menselijke wereld gewoon verbrand. Zijn naam was Fenrir. De derde zoon van de koning Omnicron. En toen heeft een mens hem verslagen. En deze plek is gebouwd zodat de geest van... Oh! Van Fenrir gewoon niet meer naar buiten kan? Of... Dit is Fenrir. Dit is een tombe, zegt hij. En Coco die zegt... Ja, maar jij lijkt gewoon op een mens. Hallo, wat nou? Legendarische Nexomon. Of ja, legendarische Tyrant. De kinderen van Omnicron zijn shapeshifters. Dus ze konden van gedaante verwisselen. Ze konden een Tyrant zijn, maar ook een mens. En ook iets anders. En Fenrir die zegt... Laat me raden. Jij bent hier om mijn krachten te gaan lenen. Jij wil mijn krachten gebruiken om jouw Tyrant-ei uit te laten komen. Ja, dat is eigenlijk wel wat we willen doen. Fenrir wil niet meewerken. Want Fenrir vindt Jin een toffe gozer. En omdat wij een bronzen badge hebben, vindt hij ons een noob. We moeten hem gaan verslaan! Oh, snap. We moeten nu tegen een tyrant, tegen Fenrir. Zo dachten we dat we tegen Jin moesten al aan het begin van deze aflevering. Maar nu hebben we 2 andere legendarische battles. Oké, let's do this, Fenrir. Let's go! Wow! Wow! Zo vet! Hij zegt, ik ben geen gewone tyrant. Ik ben de zoon van Omnicron. Deze battle wordt mijn verlossing, vergelding. Oké, let's do this. Ik hoop dat dit gaat lukken, jongens. Ik ben gelijk burnt, dus dat is helemaal poep. Dat is echt helemaal naar. Oh nee, ik wil niet burnt zijn. Laat me met rust. Oké, een burn heal gebruik ik even. En dan moet ik daarna weer gaan healen. Oh, ik kan hem nog een keertje aanvallen, denk ik. Ja, top. Oké, laten we maar gewoon keihard gaan aanvallen. Let's go, let's do this. Hij mist mij, dat is lekker. Hoppakee, nog een keer. Dit is allemaal effective. En dat effective betekent eigenlijk super effective in deze game. We hadden nu een critical. Volgens mij hebben we precies de goede Nexomon getraind, jongens. Fijnok. Kijk deze Arceus wannabe vuur Nexomon, jongen. Oh nee, ik ben weer burned. Ik heb nog 1 burn heal, jongens. Ah! Oh nee, ik ben gekilled. Oké, Moonet, nu jij dan. Nee joh, hij heeft me gewoon genakt, man. Dat vind ik niet oké. Kijk hem gaan. Maak hem kapot. Nog 1 keer healen op Moonet. En dan moet dit hem worden, jongens. Rock Knight Blast. Ja hoor. Ja hoor. Lekker. Moonet gaat gelijk 2 levels omhoog trouwens. Holy moly. Driftcar gaat ook een leveltje omhoog. Ja, daar ga je, Fenrir. Oh, mijn lichaam is verschrikkelijk ontbonden. Ik ben nu alleen nog maar een droom. Daar is het. De kracht waar je voor kwam, Rikachu. Geef dat aan het ijs, zodat hij uit mag komen. What? Hype. Ik ben heel benieuwd. Oké. Hij zegt, er gebeurt niks. Coco zegt, er gebeurt niks. Hij gelooft het niet, zegt Fenrir. Dit ei is abnormaal. Nadat je mijn kracht hebt genomen, wil die nog meer kracht. Deze wordt onwijs sterk, deze tyrant. Fenrir zegt, je kan het ei gebruiken om vuur te controleren. Maar de kracht van Fenrir is dus niet genoeg geweest om het ei uit te laten komen. We moeten nog meerdere gaan vinden. Nog meerdere oude tyrant zielen. Oké. Is goed. Maar we kunnen nu dus vuur controleren. Eens even kijken. Dan moeten we hierop staan en dan op A drukken. Oh, kijk. We kunnen gewoon vuur weghalen in de wereld nu. Dat is nice. En zo heb je waarschijnlijk nog meerdere plekken. Ik heb al van die plekken gezien die door planten waren begroeid. En dan moeten we waarschijnlijk zo'n plantentyrant zien te vinden en te verslaan. Ja, vet gedaan. Oké, we moeten nu terug naar de stad. En dat kunnen we doen door inderdaad hier het vuur uit te maken. En doordat we die kracht hebben, zijn we nu niet meer bang voor Jin. Maar kunnen we hem nu echt gaan battelen in de volgende aflevering, jongens. Doe een duimpje omhoog voor deze serie en abonneer als je dit vet vindt voor iedere dag Nintendo video's. Wil je me live zien gamen? Volg me op twitch.tv/RikachuEn en dan zie ik je daar of gewoon bij de volgende video. Mazzel!